Wat is voor jou nou de raarste plek? De raarste plek? Toch wel een stoombad. Dus ja, ik hou van experimenteren en ja. Broer, wie wil dat niet proberen? Ja, luister, ik zou het ook wel willen, maar ik heb het niet gezegd. Nou, ik heb zoveel dickpics in mijn DM. Oh, en God. Filmpjes ook, oh, waarvan nee. Eentje gewoon klaar moest komen. Nee! Zitten we. Zoveel namen. Ja. Maar hoe kan ik de legendarische, nu al legendarische Lena kwijt zijn? Hoe gaat het? Goed. En met jou? Goed. Ja, heel goed. Jullie zijn natuurlijk van X on the Beach, Double Dutch, derde seizoen inmiddels. Vierde seizoen? Zit er lekker in. Het gaat heel lekker met mij. Ik ga jullie vragen stellen aan de hand van allemaal zondes. En aan jullie om helemaal eerlijk te zijn, zijn jullie daar klaar voor? Ja, het moet maar, denk ik. Ik denk het ook, je zit er nou toch, dus dan kunnen we net zo goed beginnen, toch? Zeker, kom maar op. We beginnen met gulzigheid. Er hangt best wel een stigma op X on the Beach. Er komt veel drank, seks en ruzie voorbij. Waarom was het voor jullie iets waar je aan mee wilde doen? Nou, voor mij was het sowieso een toch iets andere vakantie dan wat je normaal hebt met je vrienden. Ja. Dat is het ook zeker wel geworden. Mm-hmm. Ja, nu zijn de camera's bij, dus wordt het misschien nog wel iets heftiger. Of in ieder geval, nu wordt het vastgelegd met alle gekkigheid wat je doet. Dus dat was een, dacht ik, een leuke uitdaging. En dat is ook wel zeker zo gebleken. Is het wat je had verwacht? Ja en nee. Kijk, de chaos en de gekte en zo had ik wel verwacht. Ja. Alleen wat daarna allemaal gebeurt na de uitzendingen, dan zo erg had ik niet verwacht. Voor jou, Lena? Ik heb al die studiefinanciering, dus ik dacht lekker gratis vakantie, toch? Heel nee, maar je, ja. Nee, het lijkt me wel leuk om gewoon op vakantie te gaan met onbekenden. En ja, het was toch wel even wat anders, al het drama. Ja. Al een tijdje niet meer gehad, dus... Dat was dan ineens een heleboel wel. Een heleboel. Hoe reageerde jullie omgeving erop? Dat jullie mee zouden gaan? Heel geschrokken. Ja, bij mij dan, ja, ja. Want ik heb altijd gezegd dat ik nooit aan een programma mee zou doen. Al helemaal niet een reality-programma. Mm-hmm. Dus ja, iedereen was wel geschrokken. Wie was het meest geschrokken? Pff, mijn beste vriendin, denk ik. Ja, serieus? Ja, ja. Wat was haar reactie? Nee, man. Nee, mijn moeder was blij dat ik terugkwam. Want ze wist niet waar ik was. Er zijn ook een aantal oud-deelnemers die nu een eigen tv-programma mogen doen, bijvoorbeeld. Shanna en Jordan. Ja. Goed voorbeeld van. Zouden jullie dat willen doen? Ik wel. Ik wil zeker wel verder in de tv. Mm-hmm. En ja, kijken wat de mogelijkheden zijn. En ja, sowieso het hele sfeertje van de televisie en zo vond ik zeker leuk. En ook om heel eerlijk te zijn, om toch wel in de picture te staan. Ja. Dus ik zou het wel willen. Jij hebt de smaak te pakken. Ja, ik hoop het. En Lena? Weet ik niet. Durf ik zo niet te zeggen. Ik sluit natuurlijk niks uit, maar het is niet dat ik er echt heel erg mee bezig ben. Nee, dus, je hebt ook in een interview gezegd dat de media in principe niet echt iets voor jou is. Nee. Waarom komt dat voor je gevoel? Ja, die aandacht die je krijgt, dat is, ik zal er nooit aan kunnen wennen, denk ik. Het is heel leuk allemaal. Echt, ik waardeer het ook echt, hoe leuk iedereen erop reageert, maar... Nee, ik ben liever toch een beetje off the radar en dat ik gewoon mijn eigen ding kan doen zonder dat mensen daarover weten. Meer gelukt, hè? Right. Iets meer privacy. Iets meer privacy, ja. Ja, dat gaat dan niet werken als je aan nee, de nee. Doet. We gaan naar Lus. Dat is een goed onderwerp als je X on the Beach hebt gedaan. Ja. In het, we hebben een fragmentje waar we naar gaan kijken. Nou, ik verwacht dat er heel veel drama zal komen als mijn exen komen, hoor. Veel gezeik, heel veel chaos. Ik hoop dat er veel lekkere mannen in de villa gaan rondlopen. En wie weet, nog een gangbang met een vrouw. Ja. Dat einde is wel echt classic. Ik heb ook het gevoel dat er een klein beetje zo'n soundbite bij is gedaan. Een wat? Dat er zo'n geluidseffect ja, klopt. Ja, hè? Sowieso. Ja, precies. Zo groot zijn mijn billen ook niet. Nou. Dus nou. Nee. In het fragment zeg je dat je een gangbang, dingen met een vrouw, dat soort dingen, interessant zou vinden. Waarom heb je die droom? Wel. Nee,
ja, dat is eigenlijk het enige wat ik nog niet heb gedaan. En ja, nou, shit, ik wou hier niet eens over praten, maar moet toch, hè? Nee, maar ja, ik hou van experimenteren en ja, broer, wie wil dat niet proberen? Ja, luister, ik zou het ook wel willen, maar ik heb het niet gezegd. Nu wel. Ja, nee. Ja. Ja. Well, there you go, nee. Maar nee, ja. Je houdt gewoon van experimenteren. Ja, ja. Je hebt ook dingen genoemd waar je allemaal seks hebt gehad. School, wat komen er nog meer langs? Sportschool. Wat is voor jullie de meest rare plek? Poeh. Ik vind niet zo heel veel dingen raar, denk ik. Ja, precies dat heb ik dus ook. Ik vind wat niet... het grote publiek als raar zou beschouwen? Want ik ben het ook eens dat niet heel veel raar is. Nou, ja... Ik denk dat ik dan een beetje een doetje ben als ik zeg dat ik niet echt een hele gekke plek heb gehad. Oké. Nee. Mag ook, hè? Als maar eerlijk. Ja, ja. Dat is een biefkop, ja, nee. Als maar eerlijk. Hij houdt het classy. Ja, dat denk ik wel. Gewoon, weet ik veel, slaapkamer. Dat vind ik het fijnst. Laat ik het daarop houden. Oké, oké. Ja, en dan heb je mij. Ja, dan heb je jou, ja. Wat is voor jou nou de raarste plek? De raarste plek? Toch wel een stoombad, de sauna. Een stoombad? Ja, of de stoomcabine. Stoomafblazen. Was het een publieke, bij een spa? Nee, het zat, hoorde bij een sportschool. Maar ja, dat was warm wel. Wat zei je? Warm wel. Waarom wel? Warm. Warm, ja. Ja. En hoe? Ja. Hey, op zich is dit een van de meest besproken dingen. Krijgen jullie nou veel aanbiedingen via DM van mensen? Ja, ik moet zeggen, ik krijg echt wel sommige DM's of snaps of weet ik veel wat. Waarvan ik denk van, kind, gedraag je alsjeblieft. Je kent me niet eens. En dan, zo erg? Ja, maar ik snap dat niet. Kijk, ik vind het leuk dat ze aan me denken of zo. Maar ja, weet je, ik ga ook niet iemand die ik niet ken of zo in één keer een dickpic sturen of zo. Of nee. Hey, vraagteken. En dan. En dat gebeurt nee, bij man. Jou nu wel? Ja, dat gebeurt echt. Veel? Ja. Bij jou ook? Ja, ik heb zoveel dickpics in mijn DM. Oh, en God. Filmpjes ook, oh, waarvan nee. Eentje gewoon klaar moest komen. Nee! Nee, ja, ik, meen je dat? Nee, ik ga het zo laten zien. Ik vind dat zo net. ik heb gewoon opgeslagen. Ik heb gewoon echt een album gemaakt met al die foto's. Serieus? En filmpjes die ik binnenkrijg. Nee, maar ik reageer wel altijd... Hoeveel staat het album nu? Nou, ik denk... Ja, weet ik niet. 20 kan ik wel zeggen. Je bewaart alleen maar de... De goeie. Nee, gewoon om weer te laten zien. Nee, 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 maar ja, ik heb ze allemaal nog wel. En het is gewoon, ja. Nee, maar ik zeg wel altijd gewoon gelijk van, hey, weet je, gedraag je. Ik weet niet wie je bent en dit kan... Ook reageer je niet eens op. Ja, nee, maar weet je, ik vind dat je dat moet laten beseffen aan hun. Dat ze niet zomaar iedereen alles kunnen sturen. Dadelijk sturen ze naar de verkeerde of zo en dan sta je in één keer met je back op internet. Ja, maar mijn hoofd... Dat is wel goed. Oh. Ja, bij mij staan hun hoofden er helaas niet op, dus ik kan ze niet... Dat is maar goed ook, denk ik. Ja. Luiheid. Je zit 3 weken in zo'n villa waar je niet zomaar uit mag. En je zit met mensen die je niet kent. Je hebt geen telefoon tot beschikking. Wat doen jullie als je niet aan het zuipen zijn of op date zijn? Ja. Nou, ik slaap dan. Ik ben echt... Ja, jij gaat vaak slapen, ja. Ik ga mijn slaap dan inhalen, ja. Nee, ik niet. Ik ga gewoon lekker... Ja, lekker aan het zwembad zitten. Of zonne. Sporten. Ja. Dat 3 weken lang. Ja, ook heel vaak vragen om toch drank. Oh, ja. Dat doe je ook in vrije tijd als je geen drank hebt. Ja. Ja. Deze jongens beginnen al gewoon met drinken wanneer ze opstaan. En wanneer wij opstaan, dat is gewoon al om 7-8 uur in de ochtend. Hou op. Ja. Tot midden in de nacht. Ja. En het enige moment wanneer ze niet drinken is tijdens het slapen. Ja. Heel verbazingwekkend dat het zo heftig wordt in dat huis dan. Nee, ja, helemaal niet. Nee. My goodness. Maar goed. We gaan naar jaloezie. Spanning en sensatie. In de villa had iedereen scheid aan elkaar. Niemand hield zich aan een girl of bro code. Gaan we nog veel gezeik zien in de aankomende afleveringen? Ja. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Nou, dat was heel duidelijk. Weet ik wel zeker. Dus welke mensen zou je nou zeggen, oké, daar gaat nog iets tussen gebeuren, dat wordt pittig? Ja, weet je, die vraag krijgen we heel vaak van wat gaat er gebeuren en wat kunnen we verwachten. Alleen, weet je, als we nu alles al gaan vertellen, dan is het niet meer leuk om naar te kijken.
Dat is zeker waar. Dus ik zou alleen maar zeggen, laat je verrassen en kijk elke zondag om 10 uur op NTV. Voor de rest, ja. Je bent goed gedrild. Ja. Ja. Hey, ik heb leuk nieuws voor jullie. Nou, ik ben benieuwd. Jullie zijn klaar in het biechthok.